drive-in bioscoop op het Zwitserterrein. Na het succes van vorig jaar is de drive-in bioscoop terug in Apeldoorn. Twee avonden zijn er op het Zwitserterrein films vanuit de auto te bekijken. Vrijdag en zaterdag vanaf 19:30 gaan de films draaien. Wij staan hier op het Zwitserterrein. Auto's komen hier aanrijden. Die gaan eerst door de hal als drive-thru. En daar worden ze gescand met hun ticket. En dan worden de auto's naar hun plek begeleid op het scherm wat straks achter mij komt te staan. En daar kunnen de mensen hun auto parkeren. En dan stemmen ze de radiofrequentie af op de frequentie die wij op het scherm hebben staan. Dan hebben ze het geluid gelijk over de speakers. En zijn ze klaar om de film te kijken. In totaal worden er 4 films gedraaid. Voor de zaterdag is er nog een enkele plek vrij. Zaterdag is het eigenlijk een dag voor de mannen. Waarbij we beginnen met Dirty Grandpa. En later de Golden Oldie Reservoir Dogs. Is het belangrijk dat de mensen op tijd binnenkomen? Nou, het is goed om hier ruim van tevoren toch wel aanwezig te zijn. We hebben hier een gezellige bar en tenten, dus je kunt hier ook even wat drinken of wat eten van tevoren. Maar we willen wel zo snel mogelijk de auto's ook op het terrein hebben. Dus kom ruim van tevoren. De hekken gaan om 6:00 open en om 19:30 begint de eerste film. Vanmiddag was er op het terrein nog weinig te zien. In korte tijd wordt alles nog opgebouwd en is alles straks klaar, verzekerde de organisatie. Morgen is het wisselend bewolkt met zonnige perioden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Het wordt een graad of 15. In de avond en nacht is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De wind is zwak en het koelt af naar zo'n 6 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met geregeld zon en blijft het droog en wordt het een graad of 16. Maandag is het wisselend bewolkt met kans op een paar buien en wordt het niet warmer dan 12 graden.